voor het eerst na 62 keer de Ronde van Overijssel voor mannen, ook een editie voor vrouwen. En dit keer een wedstrijd over maar liefst 140 kilometer met een peloton van 100 rensters, met toppers en een zeg maar normale bezetting. Zojuist een valpartij waarbij onder andere een van de favorieten betrokken was, Lisa Brennauer. Hoe het verder gaat ziet u op deze video van de Ronde van Overijssel voor vrouwen. Kirsten Meld,
zijn. Nee, dat gaan we voorstellen. En ik heb het goed gezien. En u mag blijven kloppen, dames en heren. Daar is ook de Anne Fleur binnen. Geweldig werk, Anne Fleur. Prima gedaan. Weet je het niet? En daar verschijnt de meest strijdlustigste renster van vandaag. Hier komt Roxane Kneteman. De meest strijdlustigste renster. Ja, het is natuurlijk een teleurstellend iets als je zo in het zicht van de finish toch nog het niet haalt. We proberen haar nog een beetje weer aan het lachen te krijgen. En Roxane Kneteman. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik huil niet zo heel snel. Maar ik moest er net wel even een traantje wegdingen. Ik had die echt zo graag willen winnen. Mijn vriend die heeft 2 jaar geleden hier gewonnen. Die gaat hij morgen weer zijn best doen om te winnen. En ik had die echt heel graag ook willen winnen. De eerste ronde van Overijssel voor vrouwen. En ja, als je dan dat peloton op 700 meter jou ziet inhalen. Of ja, dan is dat op dit moment even het ergste wat er kan gebeuren in de wereld. Maar ik weet heel goed dat er echt ergere dingen zijn. En ik val vanavond gewoon in slaap. Morgen een nieuwe dag. En ja... Morgen maar duimen voor Wim. Ja, morgen moet Wim gewoon eventjes hier eerst over de streep komen. En dan ben ik weer een heel gelukkig meisje, maar nu ben ik even heel verdrietig. Het applaus gaat nog heel veel veranderen. Dames en heren, fantastische sportvrouw, Roxane Kneteman. Ik begin even bij jou, Kirsten. Ja, niet gewonnen, toch op het podium. Dubbel gevoel. Nou, ik ben eigenlijk wel heel blij. We hebben het achteruit eruit gehad en we hebben met de ploeg echt fantastisch gereden. Die meiden hebben echt alles gegeven om het gat te dichten, maar ja, Lisa was te sterk. Maar, houdt het gewoon op, hè? Dan houdt het op. Zo is het, gewoon simpel zeggen. Wat vond je van de ronde? Ja, ik vind het echt super gaaf. Het is gewoon een beetje door je eigen gebied en ja, het is echt genieten. Volgend jaar maar weer? Ik ben erbij. Goed zo, dat zijn de leuke dingen die we graag horen. Nina? Even kijken of die lacht er nog zit. Ja, die ligt er. Die gaat er ook niet af, hè? Nee hoor, ik ben hier heel blij mee. Want jij hebt een fantastisch seizoen eigenlijk. Ja, het begin in de Ronde van Drenthe kende ik een beetje pech met gevallen, lekke banden. Maar de laatste paar weken was er al een paar top 10 noteringen geboekt. En nu, ja, het podium is eindelijk super. Daar kun je mee thuis komen. Ja, zeker weten. Is dat. En jij ook blij met deze ronde? Ja, het is echt heel technisch parcours en zwaar en klimmetjes en wind en je hebt eigenlijk alles. En ja, ik ben er volgend jaar hopelijk ook zeker bij. Ik hoop het ook voor jou. Gefeliciteerd, fantastisch. Ja, Lisa, ik heb genoten van jou. Ja, dankjewel. Het was echt een super dag voor mij. Wel zwaar, echt zo lang in die kopgroep en als je het dan af kan maken, dat is echt, het is echt geweldig. Jij zei, jij bent speaker, dus... Blaak zal wel winnen, maar het gaat niet altijd op dus, hè? Ja, dat wist ik natuurlijk niet, dus vanaf nu zal ik ook blij zijn als jij weer... Dus... Ja, ik ben er... nee, dan ben jij er niet. Goed. Maar de volgende keer zal ik er zijn. En dan weet ik alleen niet waar mijn aandacht naar uit moet gaan. Ja, dat maak ik dan met Chantal weer uit. Zo is dat. Lisa. Dit is de huldiging van het podium van de Ronde van Overijssel. Nina Kessler, Lisa Brennauer en Kirsten Wild met Lisa Brennauer triomferen.